vooropgesteld dat ik het respect en wederzijds begrip wat de heer Van Baarle graag ziet, hem ook toe zou wensen in zijn bijdrage naar anderen toe. Te beginnen het pleidooi van mevrouw Wekbeke voor wederzijds respect. Ik zou hopen dat mevrouw Bikke dan ook in het vervolg gaat opstaan als vrouwen met een hoofddoek weer gekleineerd, beledigd en gediscrimineerd worden in dit huis. Als er weer pertinente onwaarheden worden verspreid over mensen die vluchten. Ik zou hopen dat mevrouw Bikke dan ook weer gaat opstaan op het moment dat de fake news wordt verspreid en er daarmee beelden worden verspreid over mensen die vluchten alsof het criminelen zijn. Voorzitter, dat is mijn beeld van wederzijds respect, maar ik constateer dat in dit huis de basale grondrechten geschonden worden en dat dat dus blijkbaar niet gezegd mag worden. Dat vind ik een schande.